man, what the fuck? Nu ben je echt gestrijkt, hè? Nu ben ik gestrijkt. Hij is hard, dat joint. Jezus. Yo, serieus? Bravo. Yo. Lins! What the fuck, man? Lins, kill, Lins! We hebben ongeluk gehad, dude. Wat komt dit vandaan, man? Hoe gaat het, man? Ja, ik heb een mazzeltje voor je. Kom, kom, kom. Je hebt het lang niet gezien, man. Jij ook. Dank je, jongen. Dank je, jongen. Hoe gaat het? Ik heb nog even 20 euro. Dank je. Nou, high five. Het beste kerstje ik ooit gehad heb. Het is het beste kerstje ooit, dan gaat hij heel leven. Ik wil die tas aan de Eva. Joey Bravo, welkom bij Plug TV. Yes, 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 welkom. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed man, met jou? Ja, ontspannen man. Lekker. Uit welke stad kom je? Almere. Almere stad. Muziekwijk. En heb je daar altijd al gewoond? Ja, altijd. Altijd. Je bent momenteel super populair op het internet. Dit is eigenlijk begonnen met jouw pranks. Klopt. Toen je hiermee begon, heb je toen gedacht dat het zoveel aandacht zou krijgen? Niet direct. Ik zag wel de jongens in mijn omgeving, ook van Almere, zoals Armo, zag ik. Maar ook vrienden van me destijds, zag ik goed gaan met YouTube. Ja. En ik dacht bij mezelf van, ik ken hen, laat me ze meeten, laat me afspreken en zien wat er van gekomen is. En wat was voor jou zeg maar de inspiratie om te beginnen met YouTube? Ja, sowieso vond ik het altijd al iets leuks. Ik vond het een leuk onderwerp. Ik zag altijd al YouTubers en vroeger heb ik ook altijd wel eens ge-YouTube. Ik heb nog wel video's van vroeger, maar ik heb die nog nooit online gezet. En op een gegeven moment zag ik dus, zoals ik net al zei, ik zag jongens uit mijn buurt, zag ik gewoon heel bekend worden met YouTube. En ik dacht bij mezelf van, als hun het kunnen, kan ik het ook. En uiteindelijk wou ik het eerst alleen doen. Maar op een gegeven moment kwam ik weer in contact met Armo. Heeft hij mij een kans gegeven. En ja, nu zijn we allebei super groot met YouTube. Dus, zeker. Ja. Je gaf aan dat je vroeger ook al video's maakte die nog niet online zijn gekomen. Wat voor soort video's waren dat? Ik maakte game video's. Ja? Ja, dat zou niemand van mij verwachten. Nee. Ik heb vroeger, ik ga jullie eerlijk zeggen, ik heb RuneScape gespeeld. Ja, ik ook. Ik heb daar mijn eerste 20.000 euro uit verdiend. Echt? Ik was daar, je kon daar geld uit verdienen, je kon daar zeg maar gokken in het spel. En dat was zeg maar een hele andere stijl in het spel. Dus ik was 14, 15, mijn eerste 20 kop gemaakt met dat spelletje. Dat en ik ging daar ook gewoon YouTube op. Vervolgens heb ik het geprobeerd met gym, sporten. Yeah. Uiteindelijk ging ik sporten, ik ging gymmen en daarmee heb ik ook geprobeerd YouTube carrière te maken. Maar dan Amerikaans heb ik al die video's nog nu al privé gezet, voordat ik Joey Bravo werd. En daarmee heb ik het eigenlijk geprobeerd. En uiteindelijk ging ik gewoon nu dit doen, gewoon real life. Dus, ja. En in het begin maakte je zeg maar veel pranks. Dat deed je samen met Armo, Quivines en Snapking. Ja. Hoe heb je deze jongens leren kennen? Armo kende ik al best wel lang. Ik had een vriendin, heb ik nog steeds, Lizzie. Ja. En hij zat bij op dezelfde school als Lizzie. En meestal toen ik daar kwam, kende ik Armo nog niet goed, maar we zagen elkaar wel. Maar het was altijd een groepje jongens waarmee ik ruzie had. Ja. Maar hij was net die jongen die ik gewoon mocht. Ja, want je weet hoe goed het is als je naar je vrienden in de school gaat, je komt naar nieuw. Er zijn een paar boys die het gewoon niet gunnen, weet je. Precies, hij was wel die jongen die het altijd gewoon gunde. En zo hebben we elkaar leren kennen. En na een langere periode heb ik hem weer gezien en toen spraken we over die tijden van vroeger en zo. En uiteindelijk was hij toch diegene die me toen ook gewoon mocht, weet je. En dan klikt het gewoon. Nou, dat is dik, man. Ja, en Quivines, via Armo. Mm-hmm. En heb ik vroeger ook wel eens gezien. En Snapking, gewoon ook via hun. Dus ze zaten echt al bij Armo toen? Ja, hun waren gewoon, hun horen gewoon van Armo, weet je. Hij heeft een, gewoon Armo, Snapking. Naast jouw pranks en vlogs heb je afgelopen december tijdens de feestdagen veel aandacht besteed aan de daklozen. Oh ja, klopt. Hoe belangrijk is het voor jou om dingen terug te doen voor de samenleving? Ja, het is belangrijk. Ik zie niet dat veel mensen de aandacht aan besteden om dat voor daklozen te doen, weet je. Ik heb er ook niet altijd tijd voor, maar je moet ze wel meenemen in je leven die je hebt. Want ik weet zelf dat ik vroeger niet zoveel had en nu heb ik best wel veel dingen. En soms vergeet je gewoon dat je armen ook wat moet geven, want ik heb zelf ook niet altijd super goed gehad, toch? Ja. Maar vind je het zeg maar belangrijk als jij de armen wat geeft, dat je dat zeg maar vastlegt? Of is dat gewoon om je... Weet je wat de grap is? Mm-hmm. Ik geef, als ik een arme zie, zo vaak een broodje of een 2 eurotje of een 4 eurotje. Er was een keertje in die incidentje met mij en Tim. Ja. Dat een arme ging opdrukken voor ons, zogenaamd voor 20 cent. Ja, nou, die hele video is gefraudeerd, we gaven hem 2 euro. Hij ging niet eens opdrukken voor ons, hij wou gewoon iets ervoor doen. Dus wij zeggen tegen die grap, weet je wat gezond is, ga gewoon 10 keer opdrukken. Vervolgens is dingen eruit geknipt, heeft Dumpen die scheks online erover gegooid. Mm-hmm. Waardoor het dus leek alsof wij een arme jongen of arme zwerver 20 cent gaven. En dan kwamen we in een dikke Mercedes. Maar het is allemaal onzin, joh. Ik ken die grapje gewoon. Iedereen kent het van Almere. Ja, ik ken hem. Het is gewoon een bekende... Het is niet eens een zwerver. Het is gewoon een bekende grapje waar je gewoon grapjes mee kan maken. En hij gewoon terug. Dus mijn propaganda allemaal, man. Ga je momenteel nog naar school? Ja, ik ga nog naar school. En wat doe je op school? Ik doe filiaalmanager niveau 4. Oké. Ik zit in mijn examenjaar.
En ik dacht bij mezelf van, het is zonder om te stoppen met school, omdat ik in mijn laatste jaar zit. Dus ik maak mijn jaartje af en dan stop ik ermee. Maar zie je zelf later nog wel wat in de detail gaan doen? Nee, zeker niet. Nee. Armo en Quivines hebben onlangs hun eerste single uitgebracht. Ja. Kunnen we ook muziek van jou verwachten? Ja, je kan, ik zou zeggen, je moet je ogen goed open houden. Mm-hmm. En zodra ik wat ga droppen, dan kan je zeker iets heel ergs gaan verwachten. Je kan schrikken ervan. Mm-hmm. En veel geld wordt geïnvesteerd in die clip. Dat sowieso. Ik ben benieuwd, geld, groot budget. Ja? Ja, zeker. Welke Nederlandse artiest vind jij echt het hardst? Ja, Nederlandse artiest. Als ik terug moet gaan kijken, sowieso Safaio 7. Mm-hmm. Ook omdat hij uit Almere komt en ik luister gewoon zijn tracks. Mm-hmm. Boef sowieso ook. Ondanks dat mensen nu gaan zeggen, hey, je had toch ruzie met Boef, dit, dat is al lang uitgesproken. Dat was een incidentje waar allebei gewoon hoofd heet. Yeah. En sowieso de fellas. Yves vind ik het hardste van hen ook allemaal. Sorry voor de rest, maar Yves is gewoon echt dope. Yeah. En ik vind dat hij ook underrated is. Maar wat hun rappen is gewoon real shit. En je ziet gewoon dat die boys gewoon real zijn. Je weet toch? Yeah. Veel van die artiesten die rappen wat ze niet hebben. Je weet toch, ze rappen dromen, yeah, maar het is niet wat ze echt hebben. Yeah. Dus vandaar sowieso Yves, man. Die mannen zijn sowieso op doekoe. Dat is veel geld. Is er een bepaalde YouTuber waar je tegenop kijkt? Ja, sowieso. Ja, gewoon mijn boys. Toch? Gewoon Armo sowieso. Mm-hmm. Gewoon samen. Hij is altijd wel concurrentie van mij. En het is meestal, als hij iets hards doet, moet ik het ook gewoon doen. En andersom ook. Maar het is altijd zo. Het gaat altijd zo tussen ons. Yeah. Als ik iets hards drop, dan moet hij het ook doen. Als hij iets hards drop, dan doe ik het ook. En vaak zie je ook in de reacties van jullie doen elkaar na dit, dat. Yeah. Het is gewoon concurrentie. We moeten elkaar als concurrentie. Verder zien we niemand als concurrentie. Ik hou me niet bezig met een Enzo Knol of een, Ties. Of een, ja, ik ben niet echt bezig met hun. Wat is jouw grootste doel dat je met YouTube zou willen bereiken? Grootste doel met YouTube? Ja, sowieso 1 miljoen abonnees. Dat is wel echt iets waar je echt naar streeft. Ja, ga ik halen. Moet. En heb je ongeveer indicatie wanneer je denkt dat... Binnen dat nu in 2 jaar sowieso. Ja. Daar kom ik nog op terug met jou dan. Ja, dat is goed. Hou eraan. Nu in 2 jaar. Het is overduidelijk dat je liefde hebt voor mooie auto's. Ja, mooie kleding. Sowieso. Investeer je naast deze dingen ook nog geld in andere projecten? Ja, zeker. En aan wat vastgoed. Vastgoed? Ja, vastgoed. Ik ben nu bezig in Dubai. Met huizen. Mm-hmm. Ik ga zelf ook waarschijnlijk verhuizen naar Dubai. Okay. Weet nog niemand, dus bij deze. En ik ga daar gewoon proberen te vloggen en te YouTuben met allemaal... Weet je, kijk, ik heb familie in Dubai. Ja. Ze hebben het niet slecht daar. Ja. Ze hebben ook een mooie autobedrijf, Exotic Cars. Okay. De Lambos en allemaal dat soort dingen. Dus er wordt goed verzorgd voor mij daar. Ja. En ik ga gewoon lijpe dingen brengen voor Nederland. Zo. En als YouTube vandaag de geldkraan zou dichtdraaien, zou je dan stoppen met YouTube? Zou je doorgaan? Oh, of ik zou stoppen met YouTube? Maar voor hoe lang is die geldkraan dicht? Voor altijd. Gewoon no money met dicht, YouTube. Er wordt geen geld meer. Ik zeg je eerlijk, ik ga wel minder aandacht aan YouTube besteden, want hoe ga ik mijn geld verdienen? Mm-hmm. Het is niet dat ik al mijn geld voor YouTube verdien. Ja. Maar YouTube blijft toch wel... Kijk, weet je, YouTube is ook wel begonnen voor mij als een soort dagboekje. Kijk, ik maak een video, ik maak een vlog. Ik weet dat over 10 jaar dat het nog steeds erop staat. Dus Het is leuk om terug te kijken. Nu al die videos met Matties, met Armo, met Sapie, man, met al die gasten. Ik weet dat ik over 10 jaar terug ga kijken, ga ik met mijn kinderen op de bank zitten van... Hé, dat was ik, man. Het is gewoon grappig om te zien, weet je. Ja, gelijk. Dus YouTube is ook gewoon een soort van Instagram en Twitter, een soort Facebook. Dus het is niet per se alleen de money. Want het is ook gewoon leuk om te doen. En uiteindelijk heb je zoveel money met YouTube gemaakt dat je kan investeren zoals ik nu doe. Ja. En dat betekent niet dat ik dan nu nog steeds ga stoppen met YouTube. Al kan je met die vastgoeddingen meer verdienen dan YouTube. Mensen denken dat je met YouTube altijd miljonair wordt. En dat je door YouTube, dat ik door YouTube een Mercedes kan rijden. Of dat ik door YouTube elke dag kan shoppen ofzo. Dat is niet altijd zo. Het zijn altijd nog dingen daarnaast, maar dat weten mensen niet. Je hebt een hoop video's gemaakt. Ja, ik kan ze zelf niet meer tellen. Wat is jouw meest favoriete video die je tot nu toe hebt gemaakt? Dat je echt zegt van, weet je, dit is wel echt mijn hardste video, man. Mijn hardste video? Dan heb je niet over vlogs, toch? Nee, gewoon echt over video's. Mijn hardste video? Dat is wel echt een... ik heb een paar miljoen op mijn kanaal. Millies. Video's die miljoen hebben getikt. Maar dat zijn niet mijn hardste video's, vind ik. Ja. Ik denk, mijn hardste video vind ik mijn eerste video. Dat ik met Armo, Snapke en Quiva de stad in ging. Mm-hmm. In Amsterdam gingen we gewoon puffen op mensen met die neppe geluiden. You like it? How are you, brother? Ik zeg eerlijk, ik vind dat een van mijn hardste video's, man. Gewoon omdat het gewoon fatu is. Als ik die shit kijk, moet ik gewoon lachen. Ik lach gewoon. Het is gewoon grappig, je weet toch? En dat wil ik terugbrengen. Maar ja, dat brengt natuurlijk niet even kijkers als al die andere dingen. Dus meestal boycotten we dat gewoon, eerlijk. Die crosswatcher, ja.
Maar als je zeg maar zulke video's doet, dat je zeg maar ja, bijvoorbeeld nepgeluiden maakt, dat je op mensen puft en zo. Ben je niet bang zeg maar wat de reactie van deze mensen zal zijn? Ja, tuurlijk wel. Maar hoe, je gaat er gewoon in. Ja, hoe mooier de reactie, hoe leuker toch? Mm-hmm. We hebben heel vaak gehad dat er gevochten wordt in video's, maar dat kunnen we niet posten. Ja, precies. Dus dat laten we gewoon achter. Maar we hebben heel vaak reacties is wat de video maakt natuurlijk. Ja, precies. Dus daar gaan we op uit. Zou jij ervoor openstaan om beginnende YouTubers te begeleiden in het maken van hun video's? Ja, zeker. Tuurlijk. Dus je zou het niet uitsluiten om later misschien ooit workshops te doen voor YouTube of zo? Nee, zeker niet. Nee, ik vind dat wel vet. Mensen die hetzelfde willen doen als ik en mij als een voorbeeld zien, tuurlijk. Mm-hmm. Wie wil dat nou niet, joh. Is toch hard. In een interview met Concentrate gaf Quaifines aan dat hij het soms ongemakkelijk vindt om te vloggen als ze mensen naar hem kijken. Nee. Hoe kijk jij hiernaar? Ik heb daar echt... Je hebt gewoon scheid aan. Ja, dan moet je zeggen, ik heb er echt scheid aan. Het is mijn werk, weet je. Ja. Ik moet gewoon kunnen vloggen waar ik ben en als mensen dat niet... Kijk, weet je wat ik soms heb? Dan trek ik mijn camera, mm-hmm, en dan hoor ik al mensen in een kamer zeggen van, hey, ik wil niet gefilmd worden. Dan denk ik bij mezelf, wie ben jij dat ik jou wil filmen? Jeet, wie ben jij dat ik jou wil filmen? Maar nee, man. Ik heb daar scheid aan. Ik heb jou wel eens voorbij zien komen in video's van Hani Hanna. Oh ja. Knip je daar momenteel nog? Nee, ik knip niet meer bij Hani Hanna. Ik knip nu zelf bij Barbara Alend. Oké. Okay. Ik sowieso naar hem. En ik zeg je eerlijk, ik wil niet zeggen dat Hani Hanna een slechte kapper is, maar elke dag naar haar hoofd oprijden voor een kapseltje wordt er voor mij te veel. En mijn Barbara Alend, waar ik nu knip, hij is... Overloop. Gewoon flikkie, man. Ik zeg je eerlijk, mijn overloop is gewoon fresh. Ja. Dus ik ben blij met hem. Ja, man. Wil je uiteindelijk met YouTube eindigen of zie je jezelf later toch nog iets anders als beroep doen? Ik wil sowieso richting, eigenlijk wat je nu zegt. Kijk, YouTube is gewoon voor erbij. Mm-hmm. En uiteindelijk wil ik gewoon dingen, ik wil gaan investeren in bedrijven en winkels en allemaal dat soort dingen. Yeah. Ik heb nu zeg maar een doel voor mogen dat ik in Dubai een kledingwinkel wil openen met, mm-hmm, alle merken. Heb je daar nog niet echt, dus ik ben daar nu mee bezig. Er zijn zeg maar bepaalde mensen zeg maar die op jongere leeftijd zeg maar veel geld verdienen. Ja. Die geven dan zeg maar altijd aan van... Bijvoorbeeld tot mijn 30ste wil ik werken en daarna wil ik zeg maar stoppen. Heb jij ook zo'n soort doel? Ja, zeker, zeker, zeker. En wat is jouw leeftijd zeg maar? Je zegt van oké, nu wil ik wel gewoon echt relaxen, gewoon achteruit lopen. Nu man. Nu al? Nu, maar dat is nog niet zo ver. Dus ik heb een leeftijd gezet voor mezelf, 25. Ja. En dan wil ik gewoon een goed lopend bedrijf hebben. Mm-hmm. En dan wil ik gewoon chillen, je weet toch? Ja. Maar ja, dat komt wel. Voordat jij met YouTube begon, wat deed je daarvoor? Heb je bijbaantjes gehad of heb je... ja. Bijbaantjes? Nee, ik heb nooit gewerkt. Niet? Nee man, ik heb nooit gewerkt, maar het was meer, ja, zoals ik zei, ik heb 20.000 euro verdiend met een spelletje online. Ja. Verder heb ik gewoon, ja, gewoon gechilled. Ik heb, gewoon gewerkt, ja. Gewoon voor jezelf? Ja, gewoon voor mezelf. Ja, we kunnen er zeg maar niet omheen dat jij zeg maar reuze populair bent op het internet. Je valt echt, echt in de smaak bij de mensen. Wat denk jij zeg maar dat de reden is dat jij zo in de smaak valt bij het publiek? Sowieso motivatie, mm-hmm, timing. Hoe je overkomt in video's. Ja. Gewoon, je moet weten wat je moet doen. Gewoon, je moet juist de seconde, juist de tactiek inzetten. Gewoon, je moet precies zijn. Gewoon. Denk je zeg maar, dat het hebben van dure auto's, dure kleding, mooie kleding, zeg maar, daar ook een rol bij speelt? Ja, nee, ik denk het zelf niet. Maar ik heb, het kan wel. Het is niet dat ik voor al die mensen dat soort dingen haal. Weet je. Mm-hmm. Het is gewoon... Ja, ik weet het niet. Het is gewoon, ik ben er gewoon gewend. Vroeger ook op, iedereen, ik bedroeg gewoon merks toen we 12 waren. Ja. Dus het is gewoon meegegaan met mij. Ik had liever gewoon een discreet broek dan een Zara broek, om zo te zeggen. Vind je het leuker om video's te maken of vind je het leuker om te vloggen? Ik vind vloggen leuker. Ja? Ja, eerlijk, vlog is veel leuker. En ik hoop dat het, ik heb nu ook een vlogkanaal Joey Vlogs en ik denk gewoon dat daar de toekomst ligt. Ik kan niet elke dag pranks gaan doen en ik kan niet elke dag video's verzinnen. Ik vlog vind ik gewoon leuk, mijn leven vertellen. Ja. En vooral wordt het interessant voor mij als ik naar Dubai ga, vind ik. Want dan begin ik van niks, weet je wel. Ja, dat mensen dat interessant gaan vinden. En heb je zeg maar het gevoel dat er zeg maar op YouTube veel concurrentie heerst? Tussen collega-YouTubers, zeg maar, om het zo te doen. Oh, mijn groep, die jongens... Nou, niet zozeer AWR gewoon in het algemeen, zeg maar. Gewoon de community. Ja. Ja, nee. Ja, dat AWR, dat bestaat eigenlijk niet eens meer. Okay. De AWR-squad. Okay. Het is al lang uit elkaar gegaan. Mm-hmm. Kijk, weet je, ik en Arma zijn gewoon cool. We zijn gewoon vrienden. Maar bepaalde YouTubers filmen we gewoon helemaal niet meer. Wat onder de AWR-squad valt. Mm-hmm. En we hebben gewoon nog af en toe filmen wel samen. Even dat ter aanvulling van de AWR-squad. Ja. Bestaat niet meer. Oké, duidelijk. En maar, is er zeg maar... Met de vraag, wat vroeg je? Ja, ik was benieuwd of je het gevoel hebt dat er veel concurrentie is zeg maar, binnen de YouTube. Ik denk dat in de Nederlandse YouTube-community... Vind ik een van de slechtste YouTube communities die er bestaat. Okay. Gewoon, dat ga ik gewoon meteen zeggen. Mm-hmm.
Omdat niemand hier is gewoon, ja, ik weet niet, wij worden weer een beetje zomaar gehaat of zo door de Nederlandse YouTubers. Het is altijd weer van, hé, hey, die boys horen bij die boys en daarom boycotten we hun of zo. Mm-hmm. Ze kennen ons niet echt en ze hebben altijd al een vooroordeel. Ik vind de Nederlandse community eigenlijk gewoon best wel racistisch zelfs bijna. Echt? Ja, het is gewoon, het is een groepje en niemand mag erin komen gewoon. Je weet toch, als je erin probeert te komen, word je gewoon meteen eruit geschopt. Yeah. Maar ja, weet je, we hebben hun niet nodig. Weet je, we staan op onze eigen benen, staan we goed. Maar denk je dat het zeg maar komt omdat jullie zeg maar gewoon binnen een best wel, vooral jij dan in een korte tijd, ja, we allemaal heel veel... Ja, het is hun denken nu meer van bij hunzelf van, ja, hey, een Armo was rijdt binnen een jaartje naar 300.000, 400.000 abonnees gaan. En Joey Bravo komt even kijken, pap, 300.000 abonnees. Die komt even kijken. Ik denk dat er wel eens klein met jaloezie in zit, hoeveel YouTubers we ook hebben ingehaald die echt al in die community zaten. Ja, precies. Maar ja, weet je wat, die kijkers hebben dat gelukkig niet door. Wij wel als persoon, als gevoel. Maar of dat onze moer kan schelen, nee, dat denk ik niet. Nee. Is er zeg maar een bepaalde YouTuber waar jij wel nog graag mee zou willen samenwerken? Dat je echt zegt van, hey, deze persoon, ik vind hem echt hard. Ja, Enzo Knol. Enzo Knol. Nee, man. Nee. Is er iemand waar je wel nog mee zou willen samenwerken? Een YouTuber? Ja, ik zeg je eerlijk, dan ga ik Amerikaans gaan, man. Ja, mag ook. Ik ben die community echt zat van Nederland. Mm-hmm. Kijk, ik heb toch maar... Ja, met wie ik dan zou willen samenwerken, sowieso Adam Salen, FoosyTube, MoVlogs komt sowieso eraan. Mm-hmm. Maar ja, die beetje die Arabische YouTubers, man. Ik vind ze gewoon hard. Yeah. Ik vind ze gewoon relaxed guys, weet je. Vitaly is ook wel hard, kennen jullie ook misschien wel. Ja, zeker. En Nederlands, ja, ik vind Gio ook wel cool. Mm-hmm. Weet je, hij is wel relaxed en... Ja, volgens mij... Ja, ik weet Nee, duidelijk. Nee, man. Verder niks. Besteed jij veel aandacht aan het lezen van de comments onder jouw video? Vroeger, toen ik net begon met YouTube, ga ik zeggen, vroeger, elke reactie lezen, man. Ja? Ja, elke reactie. Gewoon elke reactie gewoon lezen wat mensen zeggen. En maar ging je dan zeg maar ook, als je zo'n reactie had gelezen, zeg maar, jou daarop aanpassen? Dus als je bijvoorbeeld zegt van, nee, niet zo, het moet ja, zo. Ja, man, ja. Dat maar maakt dat je niet gek na een tijdje? Het maakt het je wel gek, maar op een gegeven moment laat je het gewoon los. Ik krijg zoveel reacties. En je weet toch, al die armo's, zo zeiden me altijd, en sappie, man. En die jongens die met me omgingen, zeiden, je moet het laten, man, weet je. Fok wat die mensen zeggen, ga gewoon, doe gewoon je dingen, lees die reacties gewoon niet, want je gaat gek worden. Ja. En toen had ik iets ontdekt van YouTube, dat je bepaalde woordjes kon blokken, en dat heb ik gewoon gedaan, man. Ja, we hadden het net zeg maar over de AWR-squad, en daar was je zeg maar heel duidelijk over dat die zeg maar niet meer bestaat. Toch zou ik daar wel wat dieper op in willen gaan, want je gaf aan dat je zeg maar binnen die squad, dat er een persoon is met wie je zeg maar niet meer omgaat of geen video's meer maakt. Zou je kunnen vertellen over wie dat gaat? Ja, ik maak eigenlijk met Quaifice en Snapkick geen video's meer. En wat is de reden daarvan? Door bepaalde imago-schade. Ik wil geen imago-schade. Ik wil niet zeggen dat ik de beste imago heb. Mm-hmm. Maar één van de twee, je kan het misschien zelf wel invullen, is bezig met sms-diensten. En daar ligt je kinderen mee op en dat wil ik niet op mijn geweten hebben, weet je toch? Dus je bent wel gewoon echt bezig om jezelf gewoon wel in een positieve daglicht te houden? Ik ben zeker bezig om mezelf in een positieve daglicht te zetten. Je kan het ook, ja, ik weet niet of jullie het bijhouden, maar met vlogs en alles ben ik gewoon bezig met positieve video's, leuke video's. En ik wil me niet bezighouden met negativiteit en oplichten en weet je toch, niet meer, man. Echt niet. Voor welk bedrag zal jij stoppen met YouTube? Voor welk bedrag? Ja. Ja, maar dan ga ik zeggen ontelbaar geld. Nee, maar een redelijk bedrag waarvan een redelijk ik echt bedrag? Denk van, dan zou ik wel de stekker eruit trekken. Ik denk wel voor 3-4 miljoen euro. Ja, man. Met YouTube kan je makkelijk een miljoen maken als je een miljoen abonnees hebt. Mm-hmm. Heb ik nog niet, maar ik zou, voor zoveel, man. Ja. Wat is voor jou de definitie van succes? Definitie van succes? Veel geld, gelukkig. Geld en geluk? Ja, geld en geluk. En gezondheid? Ja, zeker. Ja. Gewoon, dat is gewoon succes voor mij.